Watersleuven te Uitkijkpolder Saramakka aangelegd. Medewerkers van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben de afgelopen dagen diverse zandwegen te Uitkijkpolder in het district Saramakka aangepakt door het handmatig graven van watersleuven, ook wel bekend als greppels. Na de zware regens van de afgelopen dagen bleef het regenwater achter op de zandwegen. Om verder verslechtering van de wegen te voorkomen, is met spoed ingegrepen door watersleuven te maken, zodat het water kan weglozen richting Trensen. Het Uitkijkpoldergebied staat bekend als een agrarisch gebied waar er overwegend aan bananenteelt wordt gedaan. Een goede infrastructuur is van eminent belang voor agrarische gebieden en het ministerie van LVV ziet erop toe dat dit altijd in place zal blijven. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.